In augustus 1998 werd de toen 11-jarige Nikkie Verstappen doodgevonden op de bronsomheiden. In de afgelopen 20 jaar is zijn overlijden altijd een groot mysterie gebleven. En het is uitgegroeid tot een groot trauma voor de hele regio. Ondanks vele vele onderzoeken die gedaan zijn. Nu start de politie opnieuw een onderzoek. Een DNA-onderzoek aan 21.000 mannen. Zal worden gevraagd DNA af te staan. En de grootte van de deelname zal bepalend zijn of dit onderzoek succesvol zal zijn. En daarom doe ik een appel op u om mee te doen. Sta uw DNA af, zodat we dit trauma nu definitief kunnen afsluiten. En de vader en de moeder van Nikki en de zus rust kunnen vinden.